Goedemorgen, welkom op de Klimaatles Marathon van de Vrije Universiteit Brussel. Mijn naam is Willem-Frederik Schilds en ik zal vandaag samen met de fantastische, weergaloze en hyperintelligente Gilles u een lesje uitleg geven over de politiek. Ik ben Willem-Frederik Schilds, 39 jaar. Ik zit in het Vlaams parlement, daarvoor in het federaal parlement en ook in het Benelux parlement. Ik ben al 12 jaar bezig met energie, klimaat, circulaire economie en participatie. En mijn hobby's zijn prutsen aan fietsen, vooral ficties. Ik bouw ook graag fietsen, ik kijk graag films en ik hou ook van andere F-words vrij te interpreteren. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Gilles Surmont, zoals het Willem-Frederik net zei. Ik ben 31 jaar. Ik ben aan de VUB aangesteld als professor vakdidactiek talen, dus ik werk normaal gezien in de lerarenopleiding. En ik ben normaal bezig met talen en eigenlijk helemaal niet met klimaat. Ik ben ook onderzoeker en docent aan de UC Leuven-Limburg, ook binnen de lerarenopleiding. En ik werk daarnaast ook nog, want wat is één job en wat is twee jobs? Mijn derde job is adviseur onderwijs op het kabinet van de vice-minister-president Sven Gats. Dus ook ik ben bij de VLD te werk gesteld. En het is eigenlijk in die functie dat ik Willem-Frederik heb leren kennen. En omdat we ook een beetje over ons privéleven vertellen, ik hou heel veel van beestjes, katten, paarden, honden, noem het maar op. En ik ben ook wel een beetje veel into punkrock. Zoals ik net zei. Oei, het is al kapot. Ik heb het al kapot. Ah nee, toch niet. Het is enkel daar kapot. Geen probleem. Ik werk op het kabinet van Sven Gats als adviseur onderwijs. Dus ik heb eigenlijk aan zich niet echt iets te maken met het klimaat. Of met het energiebeleid of weet ik veel wat. Maar toen Gustaaf het initiatief lanceerde. Gustaaf. Klein applausje voor Gustaaf, de initiatiefnemer. Voilà. Toen hij met het idee afkwam, dacht ik, ja, ik wil helpen. Ik had direct gereageerd, ik wil helpen, maar ik kan moeilijk iets over taal vertellen. Wat kan ik doen? Vanuit mijn functie op het vice-kabinet en dan met de onovertroffen Willem-Frederik, als we dan toch met complimenten gooien, dacht ik, wat kunnen wij doen? Wie van jullie heeft al meegelopen in de klimaatmarathon? Mars, sorry. Het is vroeg voor iedereen. Toch wel wat mensen. Oké. Wie heeft daar slogans in het scharen of al statements gemaakt? De politiek gaat te traag. Wie heeft daar iets van? Verschillende. Wie heeft al iets gezegd in het scharen? De politiek doet niet genoeg. Toch wel wat mensen. De ene al wat twijfelender aan. Het is niet omdat er hier een politieker staat dat hij het niet mag zeggen. Hij kan daar gerust tegen. De rector zei het daarnet ook in haar filmpje, de politiek lijkt te traag te zijn. En als je gaat kijken naar heel wat krantenkoppen, dan is dat ook iets dat heel vaak terugkomt. Het gaat te traag, er gebeurt niet genoeg. En wat wij vandaag dan willen doen, is eigenlijk jullie uitleggen waarom het zo traag gaat. We gaan het niet proberen goed spreken. We willen jullie de inzicht geven in hoe werkt de overheid. Hoe gaat de wetgeving, of wat is het traject van de wetgeving binnen de overheid? En dan gaan we voornamelijk focussen op de Vlaamse overheid. En wat willen we daar allemaal mee bereiken? Is dat we jullie inspiratie willen geven. Wat kunnen jullie doen? Wat zijn jullie deuren? Wat kunnen jullie als leerlingen, als burgers gaan doen om die overheid, om die politicus een schop onder hun kont te geven en in gang te zetten? Oei, nee, het is nog steeds van mij, sorry. En voordat we daaraan beginnen, gaan we even jullie wat ook aan het werk zetten en gaan we een Kahoot doen. Dus ik zou jullie willen vragen om naar de Kahoot-website te surfen. En, oeps, in te loggen. Voilà, jullie gaan hier dadelijk een code zien, normaal gezien toch? Die hippe muziek hoeft op zich ook niet voor mij. Kent iedereen het principe van Kahoot? Iedereen heeft het al eens gedaan.
Oké. Heeft iedereen ingelogd? Oké. Er zijn 5 vragen. De eerste vraag. Hoeveel gewesten zijn er in België? Twee, drie, zes of drie? Toch wel wat twijfel, toch wel wat twijfel. Maar inderdaad, er zijn 3 gewesten in België. Lize? Wie is Lize? Proficiat, je staat op nummer 1. Alright, klaar voor de volgende vraag. De scheiding der machten. Welke macht bestaat niet in België? Wauw, bijna iedereen heeft het juist. Proficiat. We kijken, Aagje staat nu op kop. Het is spannend. Alles kan nog, alles kan nog. Het klimaat scoort ook heel goed, heb ik gezien. Volgende vraag, wie is er geen vice-minister-president in de Vlaamse regering? Hier is het heel uiteenlopend. Toch een aantal mensen die het juist hebben. Het is inderdaad een beetje moeilijk, maar niet getreurd. Dus Maggie de Blok is, is zelfs geen vice-premier. Het ging over de Vlaamse regering. Maggie de Blok zit in de federale regering. Het juiste antwoord was dus Maggie de Blok. Volgende vraag. We gaan eens eerst kijken hoe de stand is. Bram neemt de leiding. Fantastisch. Het klimaat is wat weggezakt, maar we zijn vol goede hoop. Volgende vraag. Zijn jullie klaar? Wie is minister van Energie in Vlaanderen? Kijk eens aan. Een minderheid had het juist. Bart Tommelijn was de vorige minister van Energie. Nu is het Lydia Peters. Joke Schouwvliegen is minister geweest van Klimaat en is nu vervangen door Koen van den Heuvel. We zullen eens kijken naar de scoren. Voilà. Matthias. Waar zit Matthias? Fantastisch. Proficiat. Nee. Nog 1. 5e vraag. Wie is de voorzitter van het Vlaams parlement? Dat moeten jullie weten. De meerderheid heeft het juist geraden. Bart De Wever is voorzitter van N-VA. Geert Bourgeois is de minister-president van Vlaanderen. En Charles Michel is de premier van België. Het juiste antwoord, Jan Peumans, hadden de meeste goed. Dit is het eindresultaat. Matthias, proficiat, je hebt uw voorsprong kunnen behouden. Maar ook proficiat aan jullie allemaal. Het viel eigenlijk beter mee dan ik soms... Voilà, hadden gedacht. Dit mag weg, Gilles. Ja. Oh, je moet er nu misschien sluiten, want je gaat blijven puffen. Voilà. Bon, we gaan het even hebben over hoe werkt nu die overheid die volgens zoveel te traag werkt. Een overzichtje. We hebben klassiek onze presentatie opgebouwd rond een wie, wat en hoe en zo verder. We beginnen eerst met... Ja, waar eigenlijk? België is een federale staat. We hebben dus België. Voilà, dat is het federale deel. En die hebben een aantal bevoegdheden. Justitie, binnenlandse zaken, je ziet het hier staan. Die zijn dus niet bevoegd voor alles.
Het is een beetje vreemd. Dat is een hele tijd geleden dat we België hebben opgedeeld in gemeenschappen en gewesten. Een beetje om de vrede te bewaren en om ervoor te zorgen dat iedereen een klein beetje meer zijn eigen ding kon doen, omdat er nogal wat verschillen waren tussen de verschillende landsdelen. Daarnaast hebben we ook de gemeenschappen. De gemeenschappen, dat is het, de Vlaamse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap. En die hebben als bevoegdheden dingen die gelinkt zijn aan de taal, of de cultuur of de persoon, zoals cultuur, onderwijs, gezondheidsbeleid. En voilà, zo ziet dat eruit. U ziet hier de kaart van België met dan in het donker daaropzij de Duitsstalige gemeenschap. En dan zie je dat er daar in Brussel, dat vlekje in het midden, dat is Brussel, dat een beetje speciaal is. De gemeenschappen in Brussel, er is geen Brusselse gemeenschap. Dat is de Franstalige en de Vlaamse gemeenschap die samen de persoonsgebonden bevoegdheden in Brussel uitvoeren. Daarnaast zijn er dan ook nog de gewesten. En de gewesten, dat zijn meer de dingen die aan de regio gebonden zijn, aan het territorium, zeg maar. En dan heb je opnieuw het Vlaamse gewest van boven, het Waalse gewest, niet het Franstalige gewest, het Waalse gewest. En in het midden, de donkere vlek, is het Brusselse gewest. Daar is Brussel wel een apart stuk. Dus daar is het niet het Vlaamse en het Waalse gewest die samenwerken, maar een apart gewest. Dat is eigenlijk ook logisch, aangezien dat gewesten gaat over het gebied. En Brussel is een apart gebied, dus kan die ook een aparte regering en een apart bestuur hebben. We hebben dus een federale regering, een Vlaamse regering, een Waalse regering en ook een Franstalige gemeenschapsregering. Want je hebt gezien, gemeenschap en gewesten zijn niet per se hetzelfde. In Vlaanderen hebben die wel samengevoegd, in Wallonië is dat niet het geval. U ziet ook dat hier de Duitsstalige gemeenschap er niet in zit. Dat is omdat zij op het territorium liggen van het Waalse gewest. Als je dat nog eens wilt nalezen, want dat is een beetje complex, en wie wat allemaal doet, hier is een website, belgium.be, over België, en dan vind je de details nog eens terug. Maar naast die verdeling is er nog een andere verdeling, en dat laat ik je even uitleggen. Jullie hebben ongetwijfeld wel al gehoord van de scheiding der machten. Ja? Nee. Ring a bell? Nee? Ja? Er zijn verschillende machten. Iedereen heeft zijn eigen functie. Je hebt de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Daarnet in de Kahoot hebben we ook de regelgevende macht, maar dat was dus inderdaad het foute antwoord. Die bestaat niet in die terminologie. De wetgevende macht, die maakt de wetten. En in Vlaanderen is dat het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. De uitvoerende macht is dan de Vlaamse regering met hun overheidsdiensten. Ja? Die hebben daar een hele administratie bij zitten en dat is, die zorgen dan dat de wetten en decreten die gemaakt zijn uitgevoerd worden. En dan heb je de rechterlijke macht die dan eigenlijk ervoor zorgt dat de wetten worden nageleefd en waar je ook als burger naartoe kan gaan. Hè. Als er een probleem is, dan kan je naar de rechter gaan. En elk van die pilaren die controleren elkaar eigenlijk. Die zorgen ervoor dat die in orde zijn. Heel belangrijk is dat in België alle macht uitgaat van de natie. Het staat in de grondwet. Dat wil zeggen, de natie, wie is dat? Zijn jullie. Alle macht zit niet daar bij de overheid, maar zit bij het volk. Hoe gaan we dat dan doen? Wel, er zijn verkiezingen. Daar gaat het volk kiezen wie hen mag vertegenwoordigen. Voor het parlement wordt dat dan de volksvertegenwoordigers. Hier staat er één van naast mij. Er zijn er in het totaal 124. Hij is nummer 87. Ik weet niet of dat zo is. Ook goed. Er zijn er 124, die worden voor 5 jaar verkozen. Wat cijfers, 118 komen uit het Vlaamse gewest en 6 komen uit het Brussels gewest. Zodanig dat ook de Vlaamse Brusselaar vertegenwoordigd is in het Vlaams parlement. Hoe dat eruit ziet in het Vlaams parlement, dan heb je, dit is het halfrond, zoals men dat noemt, en dan zie je hoe dat die verdeling is per politieke partij. Vooraan, waar is mijn pointer? Is het weg met mijn pointer? Nee. Kijk, hier, daar zit dan de voorzitter, daar zit Jan Peumans. En dat is dan de baas van
het parlement, die zorgt dat alles in orde loopt, die in orde is. Af en toe hoort daar eens een droge opmerking bij. Hij leidt alles in goede banen. En je ziet dit half rond altijd op woensdagmiddag. Dus deze namiddag zit iedereen samen in het half rond om alles te bespreken. Maar dat is niet het enige dat er gebeurt. De rest van de week zit men samen in commissies, in gespecialiseerde commissies. Dat kan de commissie onderwijs zijn, commissie energie, noem maar op. Voor elke bevoegdheid is er dan een commissie. En daar gebeurt eigenlijk het eigenlijke werk. Woensdagmiddag is het showtime, om het zo te noemen. Wat doet dat parlement? Wel, die keuren de Vlaamse decreten goed. De Vlaamse decreten, dat is eigenlijk uw wetgeving voor Vlaanderen. Ze gaan ook kijken of de regering het goed doet. Die controleert de regering, dat gebeurt dan via vragen. Ik kan me voorstellen dat deze namiddag er waarschijnlijk wel wat vragen aan bijvoorbeeld de minister van Onderwijs gesteld worden, want het is vandaag staking. Dus dan zullen de parlementaire de minister van Onderwijs even op het matje roepen. Denk ik. Ik weet niet hoe het zit, maar ik ga daar wel van uit. Ze gaan ook kijken hoe het zit met de begroting, hoe het zit met de portefeuille. Geven jullie niet te veel uit, jongens, want het eind van de maand, alles moet betaald worden. Hebben we genoeg geld? Gaan jullie goed om met dat geld? Dan komen we uit bij de regering. Dus je hebt langs de ene kant het parlement, langs de andere kant de regering. En ook daar heb je eigenlijk een taakverdeling. Dat is geen hoopje die allemaal op elkaar ligt. Iedereen heeft daar zijn eigen functie. Aan het hoofd van die regering momenteel staat Geert Bourgeois. Dat is de minister-president. Daaronder heb je drie vice-minister-president. Dat is Lisbeth Homans, dat is Hildeke Rewits en Sven Gats, mijn baas. Wat doet die? Wat doen die vice-ministers-president? Wel, die werken samen met de ministers. Elke minister heeft een bevoegdheid. Lisbeth Homans, Ben Wijts, Philippe Muiters, Rewits enzovoort. Iedereen heeft daar een bevoegdheid. En elke beslissing die ze maken, die moeten ze maken in naam van de regering. Je kan dat niet alleen. Als je in naam van iemand spreekt, dan moet je overleggen. Dus elke minister, als hij een beslissing wilt maken, moet samenzitten met het kabinet van een vice-minister-president om dan de beslissing te maken. Zo, dat is dan mijn rol. Ik zit samen met de mensen van het kabinet van Hildeke Rewits om onderwijs, decreten enzovoort te bespreken. Zodanig dat een beslissing in naam van de regering kan gemaakt worden. Voilà, we hebben dus nu al de wetgevende macht gehad, het Vlaams parlement in dit geval, en ook de regering, de uitvoerende macht. En nu gaan we eens even kijken wat we dan doen. Als het gaat over beleid, en traag of snel beleid, wat zijn de middelen die een politicus voor handen heeft om beleid te voeren? Eerst en vooral is er een decreet, dat is een soort Vlaamse wet. Bijvoorbeeld, recent werd er nog gediscussieerd en gestemd over een decreet dat de eindtermen vastlegt. Dus met andere woorden, in het parlement beslissen wij mee wat jullie moeten kennen op het einde van het middelbaar en hoe het universitair onderwijs georganiseerd moet worden. Een decreet wordt gestemd in een commissie en in de plenaire, maar de regering kan ook een aantal beslissingen zelf nemen zonder dat die voorgelegd moeten worden aan het parlement. En dat heet dan een besluit. Een ministerieel besluit of in dit geval van de Vlaamse regering. Een besluit van de Vlaamse regering in de wandelgang is het aan BVR. Afkortingen, dat is leuk. Een besluit neemt de minister niet zomaar in het ijlen. Die kan niet 's morgens opstaan en zeggen, oh, het is slecht weer vandaag. Ik ga een besluit nemen dat het alleen nog maar goed weer mag zijn. Nee, een besluit moet de uitvoering zijn van een decreet. Dat is de reden waarom we een regering hebben. We beslissen in het parlement, we willen dat het die richting uitgaat, bijvoorbeeld de eindtermen. En nadien neemt de minister een besluit dat ervoor moet zorgen dat die eindtermen ook geïmplementeerd worden. Dat zijn met andere woorden de praktische zaken die geregeld moeten worden om van dat decreet realiteit te maken. Dus samengevat, het waar, wie, wat en hoe, er zijn de verschillende niveaus, federaal en de gemeenschappen en de gewesten. Daarbinnen zijn er drie spelers die hun rol spelen, de regering uitvoerend, maar ook wetgevend, dat zien we zelfs. Het parlement wetgevend plus de vinger aan de pols houden, ook controleren of de regering haar werk wel doet. En de rechterlijke macht die vooral de burgers moet beschermen tegen een overheid die te machtig zou worden of die buiten haar bevoegdheden treedt. En de instrumenten die voor beleid worden gebruikt zijn het decreet en het besluit. En dan geef ik het woord terug aan Gilles om eens te bekijken hoe dat dan zo'n decreet tot stand komt. Dank je.
ik weet, dit is allemaal redelijk droge materie. I know. En we zitten hier ook in een constellatie waarin we dat weinig interactief kunnen doen. I know. We doen ons best. Maar het is nodig om dit monster, ik noem het even een monster, zo te kunnen beschrijven. Want als we willen dat jullie ermee aan de slag gaan, als jullie daarin gaan deelnemen, dan moet je weten hoe het systeem werkt. Dus mijn excuses voor de hoge graad van saaiheid, van grote hoeveelheid stoffigheid die we jullie nu meedelen. Maar zo werkt het nu eenmaal. Mijn excuses. Oei. De weg van een decreet, van uw wetgeving. Er zijn twee scenario's. Ofwel vertrek je vanuit de regering, ofwel vanuit het parlement. Als het vanuit de regering vertrekt, dan heet het een ontwerp van decreet. Wanneer het vertrekt in het parlement, heet het een voorstel van decreet. Oké. Het eerste scenario, ontwerp van decreet. Je vertrekt bij de regering. Je start met een tekstvoorstel, dan ga je naar een eerste principiële goedkeuring, tweede, derde, een definitieve, nee, tweede definitieve goedkeuring, dan ga je naar het parlement, dan ga je naar de regering opnieuw en dan wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is pas het moment dat het gepubliceerd is in het Staatsblad dat het geldig is, of 10 dagen na de publicatie toch. Oké, dit is de weg. Hoe lang duurt die weg nu? Wat gebeurt er allemaal? Er wordt een tekstvoorstel gemaakt. Wie maakt? Oké. Een tekstvoorstel. Wie maakt dat? Dat is de administratie. Dat zijn die overheidsdiensten. Samen met een kabinet. Die gaan samen aan tafel zitten en die maken een tekstvoorstel. Dan gaat dat naar allerlei raden. Dat krijgt taal- en wetgevingsadvies. Dat krijgt een advies van de inspectie van financiën, want vaak hangt daar het financieel kaartje aan vast. Lukt dit allemaal financieel wel? Dan moet je ook een begrotingsakkoord krijgen van de minister van Financiën. Past dit binnen onze begroting? Past dit binnen de portefeuille? Dan ga je naar de interkabinetaire werkgroep, IKW. Wat dat wil zeggen, dat je eigenlijk met de andere kabinetten, dus met die vice-kabinetten, gaat samenzitten over die tekst. En dan wordt die tekst constant bijgestuurd totdat we allemaal akkoord kunnen zijn voor een eerste principiële goedkeuring op de regering. Dus het gaat van die interkabinetaire werkgroep, gaat het dan eigenlijk naar de ministers. Ja? Om de exacte stappen uit te leggen, je start op interkabinetaire werkgroep op donderdagmiddag, rond 12 uur, zitten de kabinetscheffen samen, dan gaan die ook nog eens over die tekst, gaan die, waar dat er nog knelpunten zijn, gaan ze proberen die knelpunten op te lossen en dan gaan ze naar de ministers en dan gaan de ministers, waar er nog knopen moeten doorgehakt worden, knopen doorhakken. Dan zit je aan de eerste principiële goedkeuring. De adviezen die je kan krijgen, hier staat nu, dat duurt 30 dagen, maar dat is eigenlijk de tijd dat je hebt om die adviezen te krijgen. Als de kabinetten niet overeenkomen, dan kan dat veel langer duren. Ja? Dit is een ideaal scenario, die 30 dagen. Als er ambras is, telt daar maar wel heel wat dagen bij. Om maar een voorbeeld te geven, over de hervorming secundair onderwijs zijn er meer dan 100 IKW's geweest. Ik zeg maar iets. Ja. Na die eerste principiële goedkeuring, dan gaan er adviezen gevraagd worden aan externe raden. Dat is bijvoorbeeld voor energie, is dat de SERF, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De MINA-raad, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. De VREG. Dat is de Vlaamse regulator van energie en gasmarkt. Dan ga je naar de privacycommissie indien nodig. En op basis van alle aanbevelingen, van alle opmerkingen die er komen, opnieuw naar IKW en gaat het overleg, het Robertje Vechten, noem het zoals je wilt, gaat dat opnieuw van start. Die adviesraden hebben opnieuw 30 dagen. Dan ga je opnieuw naar de regering voor een tweede principiële goedkeuring. Opnieuw. Als er een tweede principiële goedkeuring is geweest, ga je naar Raad van State. Daar wordt er gekeken, klopt dit allemaal juridisch? Mogen we dit allemaal gaan beslissen? Op basis van het advies van Raad van State ga je opnieuw naar IKW, opnieuw, hè, heel de ruiten met uit, om dan op vrijdag de definitieve goedkeuring van de regering te krijgen. De Raad van State heeft opnieuw 30 dagen om hun advies te geven over de tekst. Eenmaal het definitief is goedgekeurd, mag het naar het parlement. Tussen de definitieve goedkeuring en het
de intrede in het parlement zit er opnieuw 14 dagen voorbereiding. In het parlement wordt het eerst in de commissie besproken, bijvoorbeeld de commissie energie, bijvoorbeeld de commissie onderwijs. En in de commissie kun je ook nog amendementen op de tekst invoegen. Dus kunnen de parlementairen ook nog zeggen van hey, artikel 5, paragraaf 2, zo niet hè jongens, we gaan dat zo doen. Dat kan ook en dan moet de commissie daarmee moet de commissie dat stemmen. Als de commissie het gestemd heeft, dan mag het naar de plenaire. Dat is het half rond op woensdagmiddag en dan gaat het voltallig parlement hopelijk dat decreet goedkeuren. Of, ook in de plenaire, mag je nog amenderen. We proberen dat altijd zo minimaal mogelijk te houden, die amendementen, want anders blijft het duren. Maar dus, je zit al nog eens 2 weken tussen de behandeling in de commissie en in de plenaire behandeling. Als alles gestemd is in de plenaire, moet het opnieuw bekrachtigd worden in de Vlaamse regering. Dat is dus opnieuw een week nadien, dan kan het opnieuw bekrachtigd worden door de Vlaamse regering. En als het bekrachtigd is door de Vlaamse regering, dan gaat het naar het Belgisch Taalblad. Dan heb je nog 21 dagen voor het gepubliceerd wordt. Dat moet allemaal vertaald worden enzovoort. Als het gepubliceerd wordt, heb je dan nog eens 10 dagen voor het van start, voor het echt van kracht gaat. En als je alles gaat optellen, dan kom je al heel snel aan bijna 150 dagen voordat een decreet, als alles goed gaat, gestemd wordt als het via de regering gaat. Dat is wel enkele maanden. Voilà. En wat gebeurt er als het vanuit het parlement komt? Want we hebben net gezegd, de macht komt van de natie, van het volk. En het zijn de parlementsleden die de vertegenwoordigers zijn van het volk, niet de ministers. De ministers worden aangeduid door het parlement. Dus wij kunnen wel zelf ook wetten maken, maar soms is het interessanter als een complexe wet of een decreet door een regering wordt voorbereid. Dit is het tweede scenario wanneer we vanuit het parlement vertrekken. Uiteraard, elk decreet begint bij een idee, dat is hetzelfde als daarvoor. En het idee dat moet dan vorm krijgen in een tekstvoorstel. En eigenlijk het grote verschil is dat eerste blok dat je hier ziet. Het tweede stuk is hetzelfde als bij het ontwerp, wanneer het vanuit de regering komt. En dat is logisch, omdat dan de plenaire en de commissie en de bekrachtiging, dat is natuurlijk hetzelfde. Maar de totstandkoming, als het van bij ons komt en niet vanuit de regering, loopt een heel pak anders. Dus stel, ik heb een idee voor een decreet, een klimaatdecreet bijvoorbeeld. Het zit in mijn hoofd, ik lees daar veel over, ik zie wat experten, of ik heb een goed idee op café, op een bierkaartje, het maakt niet uit, het idee. Parlementsleden zijn vrij, dus eender wat het idee is, ik kan ermee aan de slag gaan. Natuurlijk, om ervoor te zorgen dat het tot iets leidt, moet ik er ook mee aan de slag gaan en liefst iets gefundeerder dan een bierkaartje of een zot idee. Ik moet dus een tekst beginnen schrijven. Ik moet de pen vasthouden of de computer en beginnen typen. Ik moet uitzoeken wat ik wil veranderen, waar ergens dat het moet komen. En ik moet ervoor zorgen dat het bij mijn vrienden, mijn liberale vrienden en ook de andere vrienden in het parlement, ook wel een beetje steun kan genieten. Dus eerst beginnen we die tekst op te stellen. Ik ga daarmee naar mijn eigen fractie, dat zijn de liberale volksvertegenwoordigers, parlementsleden. En ik verdedig, ik zeg, ja, we moeten een klimaatdecreet hebben en dit en dat moet daarin staan. En dan kunnen mijn collega's zeggen, ja, maar leg die uit, Willem Frederik, waarom staat dat erin? En we moeten wel oppassen, want de bedrijven, en komt dat wel goed? En we moeten toch wel een signaal geven, enfin, zo'n debatje intern, met alle bezorgdheden van iedereen. Je kunt dat dan uitleggen, zodat uw collega's allemaal mee zijn. En dan nadien, stel dan, ik heb ook een studiedienst, slimme koppen, die mij helpen om ervoor te zorgen dat dat tekstvoorstel op iets trekt. Dat dat niet gewoon is, ik wil een decreet, dubbele punt, wij moeten het klimaat redden. Nee, dat heeft geen zin. Dat zal iets concreter moeten zijn, iets specifieker. En dus we beginnen die tekst uit te schrijven en dan moet ik steun gaan zoeken bij andere partijen. Want je moet natuurlijk een meerderheid hebben in het parlement om het goedgekeurd te krijgen. Die steun die kan bij alle partijen liggen en in theorie kan ik bij elk individueel parlementslid gaan vragen om mij te steunen of om mijn voorstel te steunen. In de praktijk zien we echter dat die steun vaak in blok verloopt. Herinner je nog die slide met al die kleurtjes? Dat zijn de partijen, die zitten allemaal samen in een blokje in het parlement. En er wordt, bijna nooit, wordt dat blok doorbroken. Dus wij stemmen in de plenaire en ook in de commissies altijd in blok. Dat wil zeggen dat als iemand van een andere partij wil dat ik een voorstel steun, dat ik dat overleg met mijn blok, met mijn fractie, en hen overtuig om dat voorstel te steunen. En vaak ook omgekeerd zal dat blok mij dan ook steunen. Gilles, waar gingen we het hebben over de coalities?
Hier, ja. Nog een kleine side note. Aan het begin van elke legislatuur, dus na de verkiezingen, dan wordt er een bestuursakkoord opgesteld. Maar dat gaan we eens even bespreken. Goed, dus ik zoek steun bij andere partijen. En ik vind een aantal mensen die mijn idee of mijn voorstel wel goed vinden. Dan wordt dat ondertekend. Soms tekenen ze dan mee en worden ze mede-indiener. En het komt in de commissie. Stemming met twee M'en. Ja, ik sta een type fout in. Ja. Maar dus, we komen in een commissie. En een commissie is een soort mini-plenaire. Dat is een zaaltje waarin dat een aantal parlementsleden van elke partij zitten volgens dezelfde verhouding als de plenaire, dus volgens dezelfde verhouding als dat de mensen voor ons gekozen hebben. Daar wordt dan zo'n voorstel besproken. We kunnen bijvoorbeeld ook nog eens experten horen. Stel dat andere partijen, ik heb dat zelf ingediend, en nog niet iedereen weet exact van mijn voorstel af. Ze zeggen, ja, Willem-Frederik, zo'n klimaatdecreet, dat is allemaal wel interessant, maar we moeten toch eens weten wat de rest van de wereld daarvan vindt. Ik zou toch eens een bepaalde expert willen horen, of ik zou bijvoorbeeld een middenveldsorganisatie, een vakbond willen horen, of een klimaatorganisatie, of een tegenstem, en dan wordt er over gediscussieerd wie dat we allemaal willen horen als parlementsleden om een kennis van zaken te kunnen beslissen over wat er moet gebeuren. Op basis van die hoorzittingen kunnen er dan amendementen voorgesteld worden. Ik kan één partij zeggen, ik wil u misschien wel steunen, maar ik vind toch wel dat dat aspect moet gewijzigd worden, of dat je daar nog iets moet toevoegen, en zo verder. Uiteindelijk komt het dan tot een stemming. We zitten met 12 in zo'n commissie, er wordt gestemd. En als het voorstel een meerderheid haalt, dan gaat het verder naar de plenaire vergadering. Tussen commissie en plenaire gemiddeld 14 dagen. En het fijne is, als parlementslid zijn we ook een beetje vrijer tegenover een regering. Omdat opnieuw de macht van het volk komt, en parlementsleden de vertegenwoordigers zijn van het volk, kunnen wij ons meer vrijheid permitteren dan een regering. De regering heeft heel veel macht omdat zij de uitvoering heeft. Zij heeft al die overheidsdiensten en administraties achter zich. Dus als zij zich niet aan een aantal strikte voorwaarden houdt, zou het snel uit de bocht kunnen gaan. Maar aangezien ik als parlementslid wel verantwoording moet afleggen bij verkiezingen aan de burgers, kan ik met termijnen wat vlotter omspringen. En dus in theorie kan ik zelfs op een paar dagen naar een commissie gaan en op een paar dagen naar een, of binnen één week naar een plenaire vergadering gaan. Maar in het algemeen 14 dagen. Is deze nog voor mij, Gilles? Deze is nog voor mij. Dit is een samenvatting eigenlijk van de verschillende paden die je gezien hebt. Ofwel een ontwerp van decreet komt van de regering. De regering kan gebruik maken van de administratie. Dat is dus heel veel verstand en heel veel ervaring en heel veel contacten met de maatschappij. Er worden adviezen gevraagd van verschillende adviesraden. MINA-raad, SERF, you name it. Met andere woorden, een heel breed aspect van de maatschappij, het middenveld, de stakeholders of de belanghebbende partijen, mensen die er iets over afweten en die ook bepaalde sectoren in de maatschappij vertegenwoordigen, geven allemaal in hun advies. Dat wordt allemaal verwerkt. Die adviezen zijn ook publiek beschikbaar, dus iemand die het niet eens is met een ontwerp van decreet, kan die adviezen ook gebruiken om kritiek te geven. Dus als je een ontwerper wilt doorkrijgen, moet je ook antwoorden kunnen geven op die adviezen, waarom dat je sommige aspecten wel opneemt en andere niet. Want anders riskeert je in de pers, de vierde macht die er nog niet bij stond, dat je aan de schandpaal genageld wordt en dat er in de gazetten staat, regering stemt een compleet van de pot gerukt ontwerp. Het zou niet zo leuk zijn, politici willen nog altijd goed doen voor de bevolking en dat de bevolking hen ook steunt. Het tweede traject, voorstel van decreet, dat is dan via het parlement, zoals gezegd, iets flexibeler. We hebben weliswaar geen administratie. Natuurlijk, ik ben een mens, ik loop rond en heel veel organisaties komen mij ook zoeken om uitleg te geven of inzichten te verschaffen. Ik kan ook zelf mensen om advies vragen. Parlementsleden organiseren zich in een fractie met een studiedienst die ook specialisten heeft, die ook die contacten hebben. Maar het is sneller, smaller en kleiner. En dan de hoorzittingen in commissie en zo verder, dat heb ik al gezegd. Ja, Gilles wil daar nog iets aan toevoegen. Even wat inside information. Als regering, als je weet dat iets snel moet gaan, wat doe je dan? Dan kom je aankloppen bij je parlementaire. Zeg Willem-Frederik, wij hebben een heel voorstel uitgewerkt met administratie enzovoort, maar het moet snel gaan, wil je iets indienen voor ons? Ja. Zo gebeurt het soms ook. En dat zijn dan de drukken van de voor, zoals men het noemt. Want in principe scheiding der machten, maar zoals je hebt gezien, de wetgevende macht is zowel de regering als het parlement. En als iets snel moet gaan, dan kun je samen gaan werken met de regering, met de parlementen. Dus er staat in principe zonder administratie, maar soms, bij sommige decreten, wat men als regering doet,
is eigenlijk met administratie enzovoort gaan voorbereiden met de parlementaire. Je kunt zeggen van, is dit... Mag ik dat zeggen? Ik mag dat zeggen. Ik mag dat zeggen, want we werken uiteindelijk allemaal samen. Dus vandaar dat die in principe tussen haakjes staat. Normaal gezien, dus heel dat gebouw, mag je dat echt voorstellen als een groot gebouw met administratie onder, zit die niet in het parlement, maar in sommige gevallen, als we als overheid, als regering weten, het moet vooruit gaan, dan weten we ook, de weg van het parlement is veel sneller. Oké, dan lossen we het zo op. Ja, en dat is interessant, omdat op dat moment is een parlementslid in de ogen van de regering plots belangrijk, want die heeft de sleutels in handen. Dus die kan dan ook zelf een beetje tegengas beginnen geven. Natuurlijk, een administratie is afhankelijk van een regering en een regering wordt gevormd door de meerderheid. Vandaar dat het voor partijen interessant kan zijn om in een coalitie, in een meerderheid te geraken, omdat uw slagkracht veel groter is. Als je vanuit de oppositie een decreet wil indienen, dan moet je het alleen doen met de slagkracht die je als partij hebt en het middenveld dat u sympathiek vindt en u informatie mag geven. Nu begrijpt u ook de geschiedenis van politieke benoemingen, waarom dat partijen graag vriendelijk gezinde mensen in de administraties hebben, omdat ze dan veel meer informatie kunnen krijgen. Dus de slag om de informatie is belangrijk in alle geledingen van de maatschappij, maar zeker ook in de politiek. Op zich, samenwerking tussen regering en parlement is uiteraard excellent. En de regering kan wel proberen om al die adviesraden te bypassen, inclusief adviesraad van state. De oppositie kan natuurlijk ook bijkomend advies vragen. En zeker met een parlementsvoorzitter zoals Jan Peumans, die zich eigenlijk van partijdiscipline niet zo heel veel aantrekt, kan elk parlementslid aan de parlementsvoorzitter vragen, meneer de voorzitter, hier wordt in mijn commissie, bijvoorbeeld onderwijs, energie maakt niet uit, een decreet voorgesteld dat zo complex is, dat het eigenlijk van de regering haast moet komen, maar dat zodanig een impact heeft en uitgewerkt is, dat een advies van de Raad van State eigenlijk toch van enorm belang is. En dan oordeelt de voorzitter van het parlement in het belang van de kwaliteit van het parlementair werk, of dat hij alsnog dat voorstel doorstuurt naar de Raad van State. Het is al gebeurd dat de regering snel via een bevriend parlementslid een groot decreet er wilde doorrammen en dat de parlementsvoorzitter beslist, hand erom op, ik stuur het eerst naar de Raad van State. Je kunt dan nog proberen om dat op 5 dagen gefixt te krijgen, dus hoogdringendheid argumenteren. Maar het kan wel zijn, de parlementsvoorzitter heeft een grote macht om de kwaliteit te bewaken, maar kan ook de handrem optrekken. Nog even een woordje over hoe dat zo'n decreet dan ontstaat. Want ik ben snel begonnen met een idee en een bierkaartje of wat input van buitenaf en dan een tekstvoorstel. Dat is wat ik noem de moleculaire wolk. En dat is heel interessant voor tal van redenen. Ik ga ineens alles erbij halen en kunnen jullie het ineens zien. Omdat daar van onder ook staat, wat kunnen jullie doen? Dat idee, hoe dat dan in mijn hoofd komt. Ik sta natuurlijk in de maatschappij, ik lees het nieuws, ik hoor mensen op straat, je komt elke dag in aanraking, jullie ook, jullie praten met elkaar, je ziet dingen op tv, je leest dingen op Facebook, je ouders vertellen iets, dat is dan meestal het omgekeerde, maar alleszins, je ideeën, die komen niet uit het niets, die komen vanuit de maatschappij, vanuit wat mensen rond u vertellen. En dat is ook zo voor parlementsleden. En op een aantal momenten wordt die moleculaire wolk, zoals ik het noem, van ideeën en overtuigingen samengebracht tot een voorstel. Dat is bij een regeerakkoord. Het begin van de legislatuur, dan zoek je met welke partij dat je meerderheid kan vinden. Je zou kunnen zeggen, dat is toch niet nodig? Iedereen met een goed idee kan toch gewoon een deal maken en zeggen, wie steunt mijn voorstel? Steun het omdat je het een goed idee vindt, niet omdat wij in een coalitie zitten. Dat kan. Maar natuurlijk, als ik iemand anders zijn voorstel steun, ook al ben ik het er lauw mee eens, dan zal ik gemakkelijk vragen, maar steunt jij mij dan ook? Want ik heb hier ook iets dat ik heel belangrijk vind. Ja, dus je kunt je voorstellen dat je zegt, ik wil een klimaatdecreet. Aan het begin van de legislatuur, ik wil dat we de komende 5 jaar dat uitwerken. Fors klimaatbeleid. En je zoekt collega's parlementsleden om dat te steunen. En dan zegt er een, ja, ik ga dat steunen, maar dan wil ik dat jij mijn plannen voor een economische hervorming steunt. En dan ga ik kijken, ja, kan dat? Ligt dat een beetje in mijn lijn? Is dat niet te moeilijk? Botst dat met mijn fundamentele principes? Ja of nee? Indien niet, kunnen we daar nog wat bijsturen. En je begint dus te onderhandelen, omdat als je elke keer voor elk individueel decreetje een meerderheid moet gaan zoeken, dan is die snelheid van het parlement, dan wordt die fenomenaal traag. Want dan moet je elk individu gaan overtuigen en iedereen wil toch zijn eigen idee naar voren brengen. De vragen kunnen wij vragen tussentijds aanpakken? Ik denk het wel. Een boeiende vraag van op de eerste rij. Wacht, we gaan even u de micro geven.
er zijn toch landen waar dat zo niet met partijen is, dat je bijvoorbeeld wel zo individuele voorstellen kunt doen en dat dat niet moet besloten worden met hele partijen, zoals bijvoorbeeld in Zwitserland, en daar werkt dat wel. Ja. Dus wat is daar dan de verdediging voor? Dat is een interessante opmerking. In Zwitserland zijn er sterkere vormen van directe democratie, waar dat de mensen voorstellen kunnen indienen en bij referendum kunnen die goedgekeurd worden. Maar in Zwitserland is de regering veel minder politiek. Om de paar jaar gaat er een stukje van die regering weg, komen er andere bij en die is veel meer stabiel. Die zal dus minder politieke beslissingen nemen, maar meer beheersbeslissingen. En dan worden de politieke beslissingen inderdaad op een directere manier georganiseerd. Ik vind dat een heel interessant voorbeeld, Zwitserland. Ik ben zelf ook, zoals je in het begin gehoord hebt, veel met participatie bezig. Dus ik denk dat onze democratie net exact een heel pak forser kan door meer in te zetten op directe werking. Maar opnieuw, er is wel een voordeel bij een regeerakkoord. Omdat als je met een meerderheid op voorhand afspreekt, 5 jaar lang zijn dat de werven die we gaan aanvatten. Dat gaan we doen. Dan heb je al een kader, een afspraak, zodat je op 5 jaar ook heel veel dingen kunt doen. En dat je elkaar niet constant kunt gijzelen. Ik heb zelf al regeerakkoorden onderhandeld. Dat is heel heftig, maar dat is ook heel boeiend. En, als je daar, en daar merkte ook dat echt de kwaliteit van individuele onderhandelaars fors naar boven kan komen. Je kunt daar echt mensen overtuigen, niet alleen op basis van een koehandel, maar waarom iets echt nodig en goed is om uw slag binnen te halen. De actualiteit heeft ook zijn impact. Als er iets heftig gebeurt, een aanslag op een metrostation, natuurlijk de politiek moet reageren, dus dan wordt er snel gekeken wat kunnen we doen. Dat is ook een van die elementen in die moleculaire wolk. Maar ook wat kunnen jullie doen? Plots is het klimaat... staat dat enorm hoog op de agenda. Ik ben al 12 jaar in mijn partij aan het vechten. De kernuitstap, hernieuwbare energie. Ik ga naar klimaatconferenties van de Verenigde Naties. Ik probeer stap voor stap, en ik heb daar ook al stapjes in gezet. En nu ineens kan iedereen niet snel genoeg ze struikelen over elkaar met klimaatplannen hier, klimaatplannen daar. Ja, ja, dit en hetgeen en zo. Het beheerst de agenda, daar worden commissies samengeroepen in alle geledingen. En dat komt van de actualiteit. En dus dat komt ook van jongeren die zijn gaan betogen, omdat dat zo'n signaal geeft dat iedereen zijn gedachten ineens daarop gefocust zijn. En dus het idee naar tekstvoorstel, dat is er nu aan het gebeuren rond klimaat. En je kunt er zeker van zijn dat bij de volgende regering, het zijn verkiezingen op 26 mei, dat klimaat een van de eerste onderwerpen zal zijn dat aangesneden wordt en waar in een bestuurs- of een regeerakkoord gezocht wordt. Wat kunnen we de volgende paar jaar doen om dit op te lossen? En ik vind het heel interessant dat u net het Zwitserse voorbeeld met participatie aanhaalt. En ik ga proberen zeer objectief te blijven, maar ik denk dat een succesvol klimaatbeleid er eentje zal zijn de komende jaren, waarbij dat we alle scenario's berekenen door wetenschappers, externe input, adviesraden, en die ook bespreken met de bevolking, niet alleen in een parlement, maar er ook de mening van iedereen over vragen en ook goed uitleggen wat de impact kan zijn, wie kan winnen, wie kan verliezen, hoe dat we de verliezers kunnen oppikken en mee in zo'n traject kunnen steken. Dus ik denk dat we echt in een tijdsgevricht zitten waarbij dat zowel klimaat als directe democratie elkaar gaan kunnen vinden en dus een stevige stroomstoot gaan jagen door die moleculaire wolk om sneller, efficiëntere en duurzamere beslissingen te kunnen nemen. Maar dan moeten we toch wel veranderen, hè? Ja, dat nu is, is toch niet oké dan? Nee, dat is absoluut nu niet zo. En de verkiezingen zullen daar een impact op hebben. En ik zie het ook bij collega's. Maar het gaat toch niet alleen over verkiezingen, het gaat over het systeem dat eigenlijk niet juist is. Wel, inderdaad, maar als je het systeem wilt veranderen, dan kun je van buitenaf door te betogen. Dan kun je door een aantal mensen die al jarenlang aan de kant de niches vormen en druk zetten op het systeem. Maar er moeten ook mensen binnen het systeem zijn die het willen openbreken. En die zijn er gelukkig meer en meer. Mensen als uw dienaar die regelmatig de politiek en vooral dan de partijpolitiek willen openbreken door ruimer te kijken en minder naar de belangen van de eigen partij, dat is aan het gebeuren. Maar wie dat je kiest, zal wel belangrijk zijn om dat systeem om te kipperen. Ik mag afronden. Ik vond dat een quote was niet te goed. Ja. En dus, voilà. Uw vraag is echt, kon niet beter, het is bijna afgesproken. De reden waarom ik zo enthousiast word over die betogingen, ook omdat je de agenda kunt zetten, is omdat democratie niet alleen een zaak is van het parlement en het steekspel en soms gebouwelijke vertoningen die je daar ziet, of bedroevende. Zoals Michael Moore, de documentairemaker, zei, het is geen toeschouwersport. Het gaat niet op om 1 keer per 5 jaar te stemmen en dan te kijken hoe dat de politici het ervan bakken. De controle moet er direct op zitten, de input moet er direct op zitten. Dus het is ook een participatief evenement. De input, de moleculaire wolk, daar hebt u allemaal dagelijks input op. Pak uw favoriete parlementslid, stuur hem e-mails, val hem lastig op Facebook, stuur hem complimenten wanneer hij iets goed doet, geef hem ook ideeën.
Er zijn tal van manieren om impact te hebben op, of organiseer betogingen, fantastisch. En dus voilà, het is wanneer dat mensen stoppen met actief deel te nemen aan de democratie en de parlementsleden op te jutten, dat het geen democratie meer wordt en dat het een dictatuur van de partijbonzen zal worden. Dus bij deze een warme oproep, we hebben geen hyperdirecte democratie, maar de impact die u alle kan hebben op ons systeem is veel groter dan wordt gedacht. Het levende bewijs vandaag met de klimaatbetogingen. En ik hoop dat het de komende jaren alleen nog maar forser zal worden. Bedankt voor uw aandacht. En uiteraard staan wij nog 2 minuutjes open voor nog een vraag. Sorry. Eerst en vooral wil ik jullie allebei bedanken voor jullie uitleg. Ik ben zelf student hier aan de VUB, zit in mijn 2e bachelor. En als ik mijn cursus van vorig jaar mag geloven, komen de meeste decreten binnen via de regering. Ja. Ik weet nu niet of dat hetzelfde is met het klimaat, want zoals jullie daar straks al zelf zei, er is denk ik wel een consensus binnen de partijen dat er effectief iets gedaan moet worden. Ik heb eigenlijk 2 vraagjes, als het mag. Ten eerste vroeg ik mij af welke klimaatvoorstellen dat er nu dan vanuit het parlement nu in de running zijn en waar dat eigenlijk het grootste struikelblok is binnen dan het, het invoeren van dat decreet. En ten tweede, ik denk dat dat een beetje opleidingsmisvorming is, maar ik ben nogal een grote voorstander van heel veel bevoegdheden naar het Europees niveau over te brengen. En ik vroeg eigenlijk dan een persoonlijke mening daarover. Oké, ik ga proberen daar heel synthetisch op te antwoorden, want dat zijn ruime vragen. De tweede vraag eerst. Moeten er meer bevoegdheden naar Europa? Ik denk een aantal wel, maar je moet daarmee oppassen om dat niet te veel doen, want Europa is heel groot. En binnen Europa hebben we heel veel verschillende gemeenschappen, culturen, regio's en zo verder. Dus je moet ook draagvlak houden en betrokkenheid houden van het lokale niveau. Dus dat is het constante zoeken naar de juiste evenwichten. Maar ik denk wel dat op een aantal elementen zoals fiscaliteit iets meer Europese solidariteit zou mogen werken. Zeker ook omdat dat een van de instrumenten is die een klimaatbooster moet geven in plaats van een klimaatstruikelblok. Dan het tweede, wat er vandaag gebeurt in het parlement rond klimaat. Een paar jaar geleden hebben wij, vorig jaar, hebben wij met alle parlementen van België, federaal parlement, zelfs de Senaat, Vlaams parlement, Brussels parlement, Waals parlement, Duitsstalig parlement, hebben wij samen een resolutie gestemd. Dat is fenomenaal, hè? Alle partijen in alle geledingen van het land hebben ja gestemd op dezelfde tekst. Dat is een resolutie, dat wil zeggen dat is niet bindend, maar dat geeft wel een richting aan de regeringen. En dus, voor mij is dat de basis van het volgende bestuursakkoord. Daar zit heel veel ambitie in, al veel verder dan dat vandaag wordt gedacht. Daarnaast is er de discussie over een klimaatwet. Daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Ik ben daar niet zo'n fan van om nu snel een klimaatwet in te dienen, omdat het traject ontbreekt, omdat het participatieve ontbreekt. Ik wil met heel de bevolking een pact sluiten, van nu tot 2050, hoe dat we ons systeem helemaal gaan transformeren om naar een zero-emissie-economie en een zero-emissie-maatschappij gaan gaan, waarbij dat er enorme sociale componenten zullen zijn. We gaan moeten nadenken, wat is rechtvaardig? Wat is climate justice? Wat is a fair and just transition? Dus dat gaat er niet alleen kunnen met die paar verkozenen, dat gaat moeten zijn met alle geledingen van de partij. En dan denk ik dat op het einde van zo'n traject, dat je dat wel effectief in een grondwet of in een bijzondere wet kunt gieten. Maar dus nu is het vooral discussie over hoe gaan we eraan beginnen? Hoe gaan we ons instrumentenset uitbouwen om dat te kunnen doen? Voilà, we hebben nog 2 minuten. En ik weet dat ik hier heel dicht bij het gevaar kom van, heb nog even geduld? Nee, blijf druk zetten, want de komende maanden, wie dat de verkiezingen wint en welke bestuursakkoorden er zullen gemaakt worden, zal van kapitaal belang zijn om te bepalen hoe dat klimaatakkoord of die klimaatwet eruit zullen zien. Maar persoonlijk vind ik niet dat je nu moet eisen dat er morgen een klimaatwet op tafel ligt. Het zal een impact geven opnieuw van nu tot 2050. Het zal heel veel veranderingen vragen, transformaties in ons systeem, van een lineaire naar een circulaire economie, ander soort solidariteit, andere manier van bouwen, van plannen, van ontwerpen en ook ander soort leiderschap. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op uw vraag. Maar ik ben uiteraard ook, zoals ik net opriep, bereikbaar via alle sociale media en e-mail om verder in discussie te gaan. Ik weet niet of we nog tijd hebben voor geen snel vraagje. Is de box daar? Wie wil er nog een vraag stellen? Het is het moment. Geen vragen meer. Dan kunnen we netjes afronden binnen de termijn. Jullie waren een heel fijn publiek. Proficiat ook met de toch behoorlijke resultaten van de Kahoot. En opnieuw een laatste oproep. Stalk politici en laat uw stem horen. Ik ben zeer verheugd dat er vandaag een jongere generatie recht staat.
die zijn stem durft laten horen en de politiek lastig valt. Dank je wel.